Доброго дня. Hier heeft hij dan op de computer alle informatie. Niet alleen in Nederland, ook in Oekraïne is er deze week veel regen gevallen. En dat is te merken. Hier af en toe heb je van deze natte plekken. Hier valt nogal mee, maar op andere plekken in het land en daar komen die vrachtauto's dan slecht doorheen. Maar het is inmiddels goed genoeg opgedroogd dat het wel moet lukken. Af en toe zit er nog eentje vast, die trekken we er dan uit. Hier komt nog een vrachtauto aan die zich door de modder geworsteld heeft. Die komt ook biet halen. En daaronder, daarachter, staat de mobiele weegbrug. Dat heb ik volgens mij nog niet laten zien, die zou ik even laten zien zo. Dus, vanochtend kon je hier nog niet rijden, niet echt. Maar dan zijn er een aantal vrachtauto's overheen gereden. Is het wat opgedroogd. En kunnen ze hier langs. Dus, hopelijk gaat het hele nacht door. Die planning bij de suikerfabriek die, is toch wel wat instabiel. Maar als het goed is zijn de auto's onderweg. Hier daarachter komt er alweer een aan. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Het ging allemaal hartstikke mooi met mooi weer. Maar het is nu allemaal wat natter geweest. En regen, niet zoveel als Nederland, maar... genoeg om stil te staan met het werk. En we zijn vandaag of vanmiddag weer begonnen met biet ophalen of afleveren. Maar dat gaat nog niet zo snel. En morgen vroeg is er weer, begint er weer regen, dus we moeten dit nog tot morgen vroeg weghalen. Want daarna staat er een week regen in de voorspelling. Het zou zonde zijn dat je voor die paar biet die nog een hele week iedereen paraat moet hebben staan. Dus ik hoop dat het lukt. Dit vannacht wegkrijgen. Dan zit de biethoogst erop. We doen ons best. Dit stukje daar. Dat daar boven op de heuvel moet nog gecultiveerd. Dus ligt alles na de biet ook klaar voor de sojabonen. Voor volgend jaar. En dan hebben we een hoop werk gedaan in de herfst. Ik kan met de auto dus een beetje door het land rijden. Door de modder. Ik sta hier in de koolzaad. Een prachtig perceel koolzaad. Hij is dan misschien te groot. Hier een plant doorgesneden. Een beetje een verstorende laag erin. Die wortel gaat wel mooi diep. Misschien een klein beetje boorgebrek. Op zich het groeipunt. Hier dat moet ook niet veel groter worden. Als er een harde vorst komt, dan kan die kapot vriezen. Misschien kijken of we nog een groeiregulator erop kunnen spuiten. En zo op het oog lijkt die super. En hier die kale plekken zo. Daar is hij dan slecht opgekomen. Dat het toch heel droog was, zaaien was lastig, daar ook wat. Hier wat. Maar er komen wel wat plantjes na. Of wat planten, er zijn nog plantjes. Hier ook nog wat. Hier die. Dus daar groeit wel een koolzaadplantje uit. Komt er overal geen onkruid. Belofte maakt schuld. Zoals beloofd laat Kees de weegbrug en de bemanning ervan zien.
En hier gaan die vrachtauto's dan langs. En hier staat de wegbrug. Generator erbij. Hier hebben wij betonplaten in de weg ingegraven. En er staat deze mobiele wegbrug op. Een hokje erbij. Wc erbij. En deze wegbrug heb ik ooit eens uit Nederland gehaald. Van Kaweco volgens mij. Dobrodnja. Hier heeft hij dan op de computer alle informatie. En dan hebben we alles netjes geregistreerd, weten we precies van welk veld hoeveel ton eraf gekomen is. En die kan op naar de suikerfabriek. En die regen en modder en trekkers, dat is niet altijd de beste combinatie. En hier hebben we een paar specialisten die niet helemaal goed gereden hebben. Het slecht zien, denk ik. Dus je moet er even een trekker doorheen trekken. Gaat een beetje ten koste van de tarwe. Dat is weer jammer. Het blijkt nog een hele klus om de trekker los te krijgen. Ja, dat wordt lastig. Als je zo met tanks vastrijdt, dan kom je niet ver in een offensief. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Zou er vandaag wat meer geluk zijn bij de werkzaamheden? Het is te laat voor de cultivator, dus we hebben bij de buurman een ploeg gehuurd. Er is hier een ploeg voor de... voor de bieten voor volgend jaar. Een prachtig mooie vent. Lage toeren. Beetje tegen onze principes. Maar je moet de biet in. Het is echt te nat in de kruiven met de cultivator niet meer klaar. Maar het ploegt wel redelijk. Dit perceel is 210 hectare. Dus je kan hier nog een paar dagen op en neer rijden. Via heb ik een keer de vraag gekregen hoe het zit met het land in Oekraïne en met eigendom. Ik liep net hier in de Koolzetveld achter mij. En aan de hand van dit voorbeeld hier achter mij kan ik het even uitleggen. Dus dat is onze koolzaad. En dit is mais van iemand die zijn eigen grondstukje uit het grote perceel gehaald heeft. Het grote perceel loopt van die bosrand daarachter, helemaal zo rond. En daar weer naar voren toe, dat is alles bij elkaar 120, 130 hectare. En hiervoor heeft iemand zijn eigen perceel eruit gehaald, zijn plotje. Die gaat tot daar. Daar kun je de groene lijn zien. En die gaat daar weer naar voren toe. Hier tot aan de weg. Dat is alles bij elkaar ongeveer 3 hectare.
En dit is in het kadaster is dit ook zo vastgelegd. Dit is ook echt van hem, dat is uitgemeten. En het contract met ons was afgelopen. Dus, en hij wil het niet verlengen, hij wil het zelf bewerken. En zo is dit hele perceel verdeeld in blokjes van ongeveer 3 hectare. Ik zie trouwens dat daar is er ook, als ik vergeet, maar daar is ook een blokje van 3, 4, oh nee, het zijn 2 blokjes van 3 hectare, dus 6 hectare eruit. En zo is dit hele perceel en zo is elk perceel hier in Oekraïne verdeeld. Dus dit is een blokje van iemand, een grondstuk van iemand, hiernaast ligt weer een grondstuk van iemand, daarnaast ligt weer een grondstuk van iemand, daarnaast weer enzovoort enzovoort. Dus dit perceel is, wat is het, 120, 130 hectare, dus zijn ongeveer ruim 40 eigenaren. En met al die eigenaren hebben wij een pachtcontract. Ja, en als iemand dan niet wil en die wil niet ruilen, dan haalt hij hem hier dus zo midden uit land. Deze is gelukkig nog aan de weg. Het gebeurt ook wel eens dat die grondstukken die ze eruit halen, dat die midden in het perceel zitten. Dan moet je ook nog een weg er naartoe geven. Dus dat is allemaal vrij lastig en er is geen wettelijke mogelijkheid om die mensen naar de rand van het perceel te verplaatsen. Dus dat gaat wel ten koste van onze efficiëntie. Maar de meeste mensen willen wel ruilen, dus alleen die paar mensen die dat niet willen, die nemen een hoop tijd in beslag. Dus dat is natuurlijk wel jammer, dat is ook slecht voor het humeur. Maar goed, zo is heel Oekraïne dus verdeeld. Elk perceel zijn plotjes van 2-3 hectare ongeveer, of is verdeeld in plotjes van 2-3 hectare. En met al die mensen hebben wij een pachtcontract. Totaal hebben wij 15.000 hectare. Dat is ongeveer gedeeld door 3 hectare. Is bijna 5.000 pachtcontracten. Een enorme archiefruimte vol met pachtcontracten. Die zijn ook allemaal geregistreerd bij het kadaster. Die staan allemaal is allemaal online te vinden ook, wat geregistreerd is, wat niet geregistreerd is. Dus dat systeem werkt op zich wel goed. Alleen er is een hoop bureaucratie en een hoop gedonder. Omdat je toch graag zo efficiënt mogelijk wil werken. Ja, en met zulke soort jongens zoals hier achter mij is dat dus lastig. Maar goed, we gaan rustig door. Met de meeste mensen ruilen we. Dus op de lange termijn komt het wel goed.